Ja, dat dacht ik al. Het is zondagmiddag. Ja, dankjewel. Ja, nee, hij is hier. Ja, dat zal ik niet helemaal weten. Nou, ben ik. Jij ook. Oh ja. Hoe is het met jou, joh? Alles goed? Mooi. Waar moest ik het aan afleiden? Ja, maar dit durfde ik niet. Daar heb ik geen moment aan gedaan. Ik dacht gezellig met jullie, maar het is nog wel gezelliger geworden. Ja, jij ook, gefeliciteerd. Ja, dankjewel Rob. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent met het apparaat. Ja. Ik wil eerst even dit uitstaan. Wie zie ik uit ons kleur? Hoe vind je dat allemaal? Ik vind het helemaal geweldig, als jij het ook nog geweldig vindt. Weet je dat we hier je verjaardag al op een bijzondere wijze hebben gevierd, maar toch wilden we allemaal nog even zeggen, van harte gefeliciteerd met je 75ste. Het was zo gezellig met jullie hier en vooral de wijze waarop we zowel jou, maar ook Zoe's verjaardag gezellig samen hebben gevierd. Lekker gebrunst, gezellig taart gegeten, die Zoe en Casper zelfs uit hadden gezocht. Zoe's gaatjes in haar oren voor haar 10e verjaardag en s'avonds gezellig naar de pizzeria. Dat was toch een geweldig speciale dag. We missen jullie allebei erg hier, vooral nu we zoveel tijd met elkaar hebben doorgebracht. Casper had nog een mooie brief geschreven op school over jullie en die zal ik op de bus doen. Dus die is er onder. Zoe heeft het al heel vaak over jullie en ze missen jullie ook heel erg. Ik weet niet meer precies meer teruggekomen, maar gisterochtend. Ze heeft er al heel vaak over jullie. Geen oma meer die gezellig met haar op het stapelbed komt lezen s'avonds. En pap midden zit bij de deur en wacht tot je haar uit kunt laten. Samen met haar wandelen. En Casper mist de spelletjes, schaken en voetbal. En vooral de wijntjes en koffie, die smaken niet hetzelfde zonder jullie. Nou, maak het erg gezellig met z'n allen vandaag. Met al jullie lieve vrienden en familie. En hopelijk is het een heel grote verrassing voor papa. Dat denk ik wel. Dat is het zeker. Ik zou graag even in het vliegtuig willen springen, geloof me, maar helaas. We hebben het heel erg gezellig gehad met papa en mama hier en vooral was het erg leuk voor Zoe en Casper. Voordat dit mailtje te emotioneel wordt, wil ik nog even zeggen, geniet er met z'n allen van. Heel veel kussen van ons allemaal, Zoe, Casper, Robert, Brigitte en Millie. Nou, dat moest ik even vragen. We gaan straks eerst een ronde high tea doen.
Dat is echt high tea met ja, de eerste zoetige hapjes, koffie, thee en heerlijke lekkernijen. Er zit zelfs een taart bij, die is door Nick gefabriceerd, een echte Eurosport-taart. En anders Nick is de boosdoener. Daarna een muzikaal intermezzo van Hogere Lindhorst Orkest. Ja, jullie zullen precies al zien wie er deelneemt. En daarna hebben we nog een ronde hartig met een borrel, hapjes en hartig taart, soep. Dus maak er een gezellige middag van en laat het heel speciaal voelen, maar dat doet het wel lekker. Dit man. Dit komt overvalt absoluut zonder enige toezegging van welke kant dan ook. Het enige was van, nou, we gaan je verjaardag vieren en zorg dat je op tijd terug bent. We hebben die zondag gepland. Joël heeft het dan altijd in het schema van het vliegen. En wij moesten natuurlijk ook op tijd terug zijn. Nou, het klopt allemaal als een bus, zoals u ziet. We zijn gistermorgen teruggekomen. En we wisten niet anders. En ja, of Hedy heeft me volledig op een zijspoor gezet. Maar die zei dat ze er ook absoluut niets vanaf is. Dus we zijn hier naartoe gereden in de gedachte, nou, gezellig met kinderen en kleinkinderen. Dit is overweldigend, dit is niet te beschrijven en dit is natuurlijk bijzonder fijn. Ik moet zeggen, voor de kant van de witzandjes en natuurlijk ook voor ons, dat ik Peter vanochtend nog aan de lijn had uit Australië. Dat is een van de neven en een van de kinderen van Gon. Uit Australië aan de lijn had om geluk te wensen. En toen was het heel even een fractie, want die zei, komt Gon ook? En toen zei ik, nou, Gon komt niet, want Gon heeft altijd, ik had ze dat had gevraagd en dan had ik haar moeten ophalen. Dat heb ik niet gedaan. Tot hier, bij de ingang, er een rood autootje achter ons zat, met een klein grijs kopje ernaast. En toen dacht ik, ik word belazerd. Dat was het vanavond. En jij? Ja, valt me mee. Mijn andere opa en oma zijn 72. En, Hoi. Echt zonder. Ik ben lang geleden, hoor. Ja, Stijn, kan je even twee glazen halen? Ik denk dat eentje nog wel... Ik heb nog een keer gekeken.
Ik denk dat het kleine nootje wat erin staat, over dat figuur zagen, dat is niet denk ik bij iedereen bekend. U heeft het heel trouw mee gezongen en daar misschien het zijnde bij gedacht. Maar het was een keer dat ik in de cel zat en dat ik Heb je een zaag nodig voor die tralies? Nee, dat wist u dan niet eens, maar goed. In de commentaarzaal. En toen kreeg ik op de koptelefoon om over te schakelen naar John Anacol, die bij het figuurzagen zat. Bij het figureskaten zat. En ik moest het onmiddellijk omzetten. En dus ik hoorde dat een Fransman op zijn Engels zeggen. Dus ik dacht eventjes, oh wat is dat ook weer? En toen kwam het er in één keer uit, we schakelen over naar John Anacol, die bezig is en commentaar zal geven bij het figureskaten, niet maar bij het figuurzagen. En het gekke is, als je één zo'n klein foutje maakt, blijft altijd bij. Moet ik ook nog even horen als ik in de studio kom en een programma naamheen is vervallen. Het kunstrijden, dan is onmiddellijk weer, daar hebben we onze commentator. En hij gaat nu overschakelen voor het figuurzagen. Daarom op. Een toos op al die grote fouten die je ook gemaakt. Om jou aan te nemen als schoonzoon. Maar nogmaals, heel veel dank voor de componist, voor de pianist. Probeer maar.